Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 14 maart 2016. Dus het bulletin van maandag. Deze week nog geen data of SSTV bij de uitzending, wel morsen, maar dat kan eventueel een herhaling zijn. Agentschap Telecom kondigt vandaag vervolgonderzoek aan naar die Internet of Things. In één oogopslag via sensoren zien waar een parkeerplaats vrij is in de stad. Straatlantaarns die doorgeven hoe druk het is en een seintje geven als ze kapot zijn. Je verwarming alvast aanzetten via je smartphone. Zo schrijft agentschaptelecom.nl. Het zijn voorbeelden van het Internet of Things, het internet der dingen. Voorwerpen op locaties die met elkaar communiceren. Vaak kunnen bedrijven en consumenten geld besparen door de inzet van het IoT. Processen worden efficiënter en er komen meer diensten voor burgers. Bijvoorbeeld als je een parkeerplaats zoekt op een drukke zaterdag. Agentschap Telecom laat onderzoek doen naar spectrumgebruik en de ontwikkeling van IoT. Met het onderzoek willen we een aantal resultaten van eerder onderzoek uitdiepen, zegt Gerard Kuipers, adviseur strategie bij Agentschap Telecom. Vorig jaar heeft het ministerie van Economische Zaken onderzocht wat het Internet of Things voor Nederland betekent. Zo bleek onder meer dat er in 2020 naar schatting 240 miljoen apparaten data uitwisselen en communiceren. Via internet, via smartphones, met mensen en met elkaar overal zien we de toepassingen groeien voor persoonlijk gemak, maar ook voor bijvoorbeeld veiliger verkeer of betere zorg. Al die communicerende apparaten hebben gevolgen voor het spectrumgebruik, zo legt Kuipers uit. Dat wil zeggen de beschikbaarheid van frequenties waarop de apparaten communiceren. We verwachten daar schaarste en daar willen we meer inzicht in hebben. Kloppen die verwachtingen? Kunnen we alvast op de toekomst anticiperen? Door dit vervolgonderzoek willen we op deze vragen antwoord krijgen, aldus agentschaptelecom.nl. En meer informatie is ook te vinden op die website. Momenteel wordt Internet of Things nogal bekritiseerd doordat een aantal toepassingen toch wel redelijk matig beveiligd zijn. Toepassingen voor die Internet of Things. En het is tot nog toe dus ook maar al te vaak. The Internet of Things, that should not be connected to the Internet in the first place. Het maandelijkse rapport van de IARO MS, het IARO Monitoring System in de versie van februari, is uit. Veel zaken waar dit rapport over gaat komen uit Rusland en zo ook het eerste dat genoemd wordt, een MFK-16 signaal op 10 MHz in de amateurband dat vanuit Moskou kwam. Geen amateur en het doel van de uitzending was onbekend. En natuurlijk heeft Australië ook een over de horizon radar. Op 27 februari zat dit radar het plezier van de aanwezige amateurs op 10.129 te vergallen. Met 4 kHz bandbreedte is dit een wat vriendelijker OTH, maar de 10 MHz amateurband is daarentegen maar 50 kHz breed. Het signaal bezette daardoor toch zo'n 4% van deze amateurband, terwijl het langzaam in frequentie verschoof. Hetzelfde radarsysteem is ook in de 15 meter band te horen. Ja, Russische militairen hebben kennelijk een voorkeur voor onze banden. Vooral de OTH's, de over de horizon radars, zijn hinderlijk. In de hele 80 meter band komt dat soort storing van 50 kHz breed voor van de Russen. En tussen 7 en 7.1 zit een ander Russisch radar met 13 kHz bandbreedte. Op 5 MHz luistert IARO MS niet, maar behalve op 160 en op 10 meter waren de Russische militaire signalen verder in al onze korte golfbanden present. Ja, en andere radarsystemen uit verschillende andere landen waren op alle banden tussen 7 en 29,7 MHz in februari aanwezig. Namelijk vanaf Cyprus bijvoorbeeld en uit China en Turkije. Visserijbakens waren er zoals gewoonlijk ook weer op 10 meter. En illegale vissers uit met name Europa, Afrika en Brazilië waren er op 7 MHz, 10 MHz, 14 MHz en 21 MHz. Verder waren er twee hinderlijke omroepstations op 7120 uit Somalië en op 7200, 7,200 met de helft van het signaal en splatter in de amateurband vanuit Taiwan en gestoord met veel splatter vanuit China. Komen we nu toe aan deel 5 van de historie over de zendamateur hobby. Dat is een eigen serie op basis van onder andere Wikipedia, maar ik betrek daar ook een aantal andere bronnen bij. Een hoop eigen kennis met boeken die ik heb en ik google er ook nog wel wat bij langs. Ja, vrijdag was er iemand die vroeg of SSB niet een Collins patent was. Ik heb dat even opgezocht. Het eerste patent in de VS voor SSB modulatie is toegekend op 1 december 1915 aan ene John Renshaw Carson. Carson, die eerder docent was bij MIT en Princeton, werkte op dat moment voor AT&T. In 1922 publiceerde Carson ook de wiskundige onderbouwing voor FM, inclusief de zogenaamde Carson Bandwidth Rule, de Carson bandbreedteregel, waarmee de bandbreedte van een FM-signaal in telecommunicatiesystemen kan worden berekend. De Amerikaanse marine experimenteerde voor het begin van de Eerste Wereldoorlog met SSB. De eerste keer dat de modulatie commercieel gebruikt werd, was bij een telefoonverbinding op de Lange Golf op 7 januari 1927.
SSB werd daarnaast gebruikt in lange afstandstelefoonlijnen via draden dus, als onderdeel van een techniek voor frequency division multiplexing al in de jaren 30. Amateurs begonnen na de Tweede Wereldoorlog serieus met SSB te experimenteren. Dat wekte de interesse van de Strategic Air Command in de VS, die in 1957 SSB voor de communicatie van hun vliegtuigen tot standaard maakte. Die laatste beslissing is waarschijnlijk weer de aanleiding dat SSB nu voor de meeste korte golfverbindingen amateur of professioneel gebruikt wordt. We gaan nu naar waar we gebleven waren, de historie tussen de beide wereldoorlogen. De amateurs zijn internationaal altijd heel goed georganiseerd geweest. Om die reden kregen de amateurs ook voor elkaar dat er internationaal erkenning was. Een belangrijke mijlpaal in deze was de oprichting van de IARU in 1925. IARU is een internationale organisatie van amateurverenigingen. Per land is één amateurvereniging lid. Sinds de conferentie in 1927, waar ook de eerste amateurbanden en de amateurroepnamen werden vastgesteld, doen de amateurs ook mee aan internationale radioconferenties en geldt de amateurdienst als een gelijkwaardige radiodienst gelijkwaardig aan andere ethergebruikers. De eerste keer dat amateurs in een wet genoemd werden, dat was in 1904 in Engeland. Ik heb nog niet precies kunnen vinden hoe dat in Nederland ging. In Nederland werd in 1905 de Telegraaf- en Telefoonwet van kracht, die in Nederland alle verkeer via de radio en ook een deel van het verkeer via kabels aan banden legde. Vanaf dat moment was in Nederland voor iedere zender een vergunning nodig. Ook luisteramateurs vielen onder de vergunningplicht. In 1913 was het de bekende radiopionier Jan Korver bekend van het Radioamateurmuseum, die aan minister Lely demonstreerde hoe eenvoudig het was om de radiosignalen uit de lucht te plukken. Dat leidde er vervolgens toe dat in het voorjaar van 1914 werd besloten dat de vergunning voor luisteramateurs vanaf dat moment in Nederland gratis zou zijn. Alleen als een luisterantenne minder dan 1500 meter vanaf een Rijkskuststation geplaatst was of als hij hoger was dan 30 meter was een vergunning nodig. De vrijstelling duurde echter niet heel lang. In 1917 kwam er weer een algeheel verbod vanwege de Eerste Wereldoorlog. Wat een saaie uitzending was dat toch weer. Echt niet. Wel waar. Nietes. Pelles. Nietes. Pelles. Nietes. Pelles. Nietes. Pelles. Nietes. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken.